Broski, welkom of welkom terug op mijn kanaal. Je kijkt naar de FIFA 23, keeperscarrière. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent en belletje aan. De afgelopen paar wedstrijden werd ik elke keer aan het einde van de wedstrijd gewisseld. En dat is volgens mij niet de bedoeling. Dus eigenlijk, misschien moet ik gewoon de speler gaan upgraden. We hebben 14 skill points. Dus weet je wat, we gaan het gewoon doen. Dit is eigenlijk anders dan als je op het veld speelt. Snap je niet veel, je weet wat ik bedoel toch? Want keeper is... Ik heb het al verpest. Maar keepers doen minder... Je weet wat ik bedoel, hou op. We gaan gewoon onze speler upgraden. Als veldspeler heb je veel meer invloed, met name dus de aanvallers. Weet je, en als keeper kan je maar zoveel. Dus eigenlijk als keeper is het niet zo erg als je gewoon upgrade. We hebben nog een slot open. Jongen. Oké, wacht even. We doen eerst dat. We hebben dus, wacht even. Oké. Wacht. Deze doe ik en dan... Opjagen, ja, dat heb ik niet nodig. Nee, is er iets voor het team? Nee, dit ook niet. Heb ik ook niet nodig. Een boost voor de snelheid van de keeper. Als deze sprint. Ja, deze kan ik gebruiken. Maar even kijken of er wat anders is. Er is niks voor het team, toch? Maar we hebben dus. We hebben dus nog eentje voor keeper. En dat is deze. Oké. We gaan lekker. Oké, maar nu het volgende. We hebben 14 skill points. 14. Springen is ook belangrijk, maar we gaan eerst natuurlijk naar doel verdedigen. We gaan even kijken. Positie, helemaal upgraden. Bam. Trappen, helemaal upgraden. Wacht even. Nee, wacht even. Eentje. Dat vind ik niet... Ja, duiken wel. Bam. Duiken, wacht even. Reflexen. En dan behandeling. Behandeling, ja, oké, laten we dat maar doen. Oké, dat was het, hè. Dan ben ik benieuwd. We gaan van een 74 naar een 79, jongens. Ik zat ineens te denken, waarom kan ik niet gewoon de beste keeper aller tijden worden? Snap je wat ik bedoel? Waarom kan ik niet de allerbeste keeper aller tijden worden? Ik ben dus nu 18 jaar, 79 algemeen. Ik word gewoon de beste keeper aller tijden. Plus een Nederlands elftal kan een keeper als mij goed gebruiken. We hebben alleen Bijlo. Oké, dit is de stand, jongens. We staan op plek 1. Het verschil is ondertussen 6 punten. Ik zat ineens te denken, als we kunnen promoveren naar de Bundesliga, wordt het sowieso een stuk moeilijker voor Hamburger. Dat betekent, ik ga meer kansen krijgen om mezelf te bewijzen. Want we zijn nu de beste in de Bundesliga 2. Straks in de Bundesliga zijn we gewoon weer onderaan. Snap je? Dus ik ga heel veel kansen krijgen om mezelf te bewijzen. Ik heb een activiteit, jongens. We hebben er 2. Wat is dit? Beloningen. Lees een boek van een rijke ondernemer. Rang 1. Wat is dit? Ik ga eerst dit doen. Volgens mij kunnen we allebei doen. Krijgen we wat erbij? Oké, deze hebben we gedaan. Volgende. Dat is die andere. Dat is deze. Wat? Verlopen? Ah, dat is jammer. Magdeburg. Dat is de volgende tegenstander. Magdeburg staat op plek 13. Eigenlijk wat ik wil gaan doen. Misschien moeten we dingen gaan veranderen. Eigenlijk misschien alleen tegen de top. Ja, laten we zeggen de top 5. Want die hebben allemaal 20 plus. Top 6. Wacht even. Top 9. Dat is de helft, toch? Ja, top 9. Ik denk dat we eerder beter dat kunnen doen. Dan ga ik het ook sowieso lastiger krijgen. Dan ga ik meer kansen krijgen om mezelf te bewijzen. We gaan even de highlight spelen tegen Magdeburg. Oké, dan gaan we naar de eerste kans. 0-0. Eerste kans, jongens. Minuut 1. Nu al? Ik moet even opletten, hoor. Want ik kan niet... Nee, jongens. Onze verdediging is goed. Zou je denken. Wow. Ik zie weinig. Maar we hebben de bal. Nog steeds niet. Nu wel. Afgelopen. We hebben een counter, jongens. Oeh. En het doelpunt. Ja, 1 tegen 1. Ik ging naar links. Foute keuze. En dat betekent ook dat mijn cijfer natuurlijk een 6. Maar goed, we winnen de wedstrijd met 2-1. Ik ging naar links. Ja, maar ja, weet je, dat is gewoon 50-50. Min 5. Ja, oké, dat is wat het is. Oké, niveau 12, jongens. 3 skill points erbij. We gaan even kijken. Dit is wel goed trouwens. Duiken is wel... Ik ga voor duiken, denk ik. En dan voor de rest kan ik niks meer doen. Nee. Oh, ondertussen zijn we een 80 algemeen. Oké. Volgende wedstrijd. Staan hun in de top 9? Hansa? Nee. Highlights. We hebben een corner voor Rostock. 0-0. Minuut 22, jongens. Corners blijven lastig. Maar ik ben nu een 80, jongens.
Ik ben nu al een van de beste talenten ooit. Klaar, oké. Okay. Volgende. We staan... Wow, wow, ze hebben nog steeds de bal. Woe! Ze hebben nog steeds de bal! Bro! Daar is... Hè? Drukte naar rechtsonder, maar... Wat was dat? Even kijken hoor. Hier is dat schot. Ah, dit is echt pure pech, hè. Dit is echt pure pech. Ik ging wel tenminste de goede richting op. En we staan wel achter met 1-0. Maar ja, dat... we zijn heel goed bezig in de competitie. Maar 1-0 achter. Ik verwacht wel dat het team wel gaat scoren dan. Want... bal kwijt, hè? Ja, bal kwijt. Heel gemakkelijk. Nee, ze hebben nog steeds de bal. Wat de... Rostov doet het niet verkeerd. En daar is het einde als het goed is wel. Het staat nog steeds 1-0 voor... Wat is dit dan? Een schot misschien? Hij schiet. Oh, hij had me wel geklopt. Ja, oké. Okay. We verliezen met 2-1. 1-1. 1-1. Oké. Okay. Ik had de kans op een redding. Ik deed wat ik moest doen. Maar ja, mijn speler was net niet goed genoeg. En ik ben min 15. Ik ben nu een 80 algemeen. En mijn reflexen zagen eruit alsof het... Ja, ja oké. Okay. Even kijken. Activiteiten. Wat kunnen we doen? Een slechte wedstrijd. Nee, we doen deze. Oh, ik kan deze ook doen. Oké, okay, dan wacht even. Wijf de kritiek weg, jongens. Ik heb ondertussen wat geld, jongens. Kan ik... Oh, ik kan dit doen. Een boek. Wat? Boek een cursus danslessen. Zaldo plus 1. Trainingsboost 5%. Oké, okay, we hebben het geld ervoor, dus dat is wat we gaan doen. Ik weet niet precies wat het inhoudt. Maar daar komen we snel genoeg achter. Oké, okay, dan hebben we onze eerste volledige wedstrijd. De wedstrijd tegen Zandhausen, toch? Zandhausen staat op plek 3. Ja, wij hebben zelf nog een wedstrijd minder gespeeld dan de nummer 2. Ja, we zijn wel lekker bezig, jongens. Volgende wedstrijd is tegen Zandhausen. Oké, okay, dit is de eerste wedstrijd die we gaan spelen. We nemen het op tegen de nummer 3, Zandhausen. Een 7.5. Laat niet meer dan 1 doelpunt door. Behaal een redding tegen doelpunt. Ratio van minimaal 80%. Dat is vrij hoog, coach. Daar hebben we Glatzo. Dompe. Linksbuiten. Daar is juist. Voorzetje. Voorzetje, Leibold. En daar is het doelpunt. Wauw, die redding. Geniaal. Glatzo, Dompe. Glatzo, daar is het te druk. Oh, Glatzo. Heeft de bal. Onderschepping van wie was dat? Maakt niet eens uit. We gaan scoren, jongens. Dompe. Wat een redding. Maar we hebben de corner. We hebben de corner. We hebben de corner. Daar is het doelpunt. Dompe. 1-0 voor. Lekker. Mooi doelpunt trouwens van Dompe. Manfred aan de bal. Laatste aanval van de eerste helft. Terug op Glatzo. Daar gaat Glatzo. Wauw, die keeper doet het wel goed hoor. Ik ben jaloers man. Die dingen wil ik ook doen, maar we krijgen gewoon geen schoten. Dus tegen. Nu ben ik benieuwd. Na 1 helft. Wat is mijn cijfer? Ik denk een 6.2. 6.4. En ik moet een 7.5 halen. Ja, dan moeten ze dus gaan schieten op doel. Dit is de reden waarom ik word gewisseld elke keer. Ze komen niet door de verdediging heen. Ik heb niks te doen. En we winnen de wedstrijden. Ik bedoel van, ik ben blij dat we de wedstrijden winnen. Want dan gaan we naar de Bundesliga. Hier, volgende kans. Benes, Dompe en afgelopen aanval. Daar is mijn kans. Ja, is dat een kans? Goed gevangen. Maar ik krijg mijn cijfer gaan nauwelijks omhoog. Luister. De handen van het doelman. Ik weet het niet, man. Ik wou bijna zeggen... Ja, ik weet het niet. Mijn cijfer gaat niet eens omhoog. Ik heb... Dat is toch een soort van redding? Kans om gelijk te maken. Daar is het kans. Oh, jongens. Ik kan niet eens een redding maken, man. Die verdediging blokt alles. En daar gaan we. Ik ben weer gewisseld. Dit is wel een dingetje van FIFA. Dit is wel een dingetje van FIFA, man. Ik vind deze keepercarrière zo gruwelijk. Maar als dit zo blijft. Ik bedoel van. Ik moet het wel leuk vinden. Snap je wat ik bedoel? En op deze manier is het gewoon. En ik ben niet eens meer een. Oh, wacht even. Nee. Trainen. Ik ben niet eens meer een basisspeler. Wacht even. Maar ik bedoel van. Ik word elke keer gewisseld. Ik heb. Die cijfers zijn ook zo hoog. Een 7.5. Ik kom niet eens aan een 7. Snap je? Dan moeten ze echt minimaal 5, 6 keer schieten op doel. Daar hebben ze gewoon niet over nagedacht. Ik bedoel van. Als je de 0 houdt. Moet je cijfer minimaal een 7 zijn. En dan heb ik het echt over een laag cijfer. De volgende tegenstander is tegen Keller. Holstein of zo. Staat op plek 4. Oké. Okay. Volgende wedstrijd, jongens. We gaan het dus opnemen tegen onze rivaal. Nou, je kan er vanuit gaan
Een 7.5, sowieso. Een 7.5. Ja, dit is hetzelfde. Een 7.5. Hoe ga ik dat halen als ze zeggen? Oké, dan moeten ze schieten op doel, jongens. Laat ze er maar langs, oké? Hij gaat schieten of niet? Laat me gewoon mijn reddingen maken dan. En daar is Glatzel. Mooie pas. Gaat hem teruggeven op Glatzel. Nee, niet eens. Ludovic Reis. Oh. Hier hebben we Holtby. Holtby. En... dat is een redding, toch? Maar kijk dan. Het blijft op een 6.1. Dat is gewoon een redding. Oké, hier hebben we misschien de volgende aanval. Misschien wel. Misschien mijn eerste mogelijkheid. En dat is de redding. Eerste helft is voorbij. Ik heb een 6.6. Niet eens een 7. Maar ja, weet je, we hebben nog één helft te gaan. Hopelijk krijg ik nog een paar tegenschoten. We gaan het zien. Oké, dit wordt hem. Dit wordt hem. Glatzo! Redding van de keeper. Nog steeds 0-0. Lastige wedstrijd. Ik heb niks te doen, jongens. Dit is vaak zo, man. Kijk, ik laat natuurlijk die highlights zien. En dat is natuurlijk leuk voor jullie om te bekijken. Heel eerlijk. En die serie loopt ook heel goed. Maar het is zo saai. Ik zeg je gewoon eerlijk. Het is echt kapot saai. Ik doe helemaal niks. Dus ik, ja, ik weet het niet. Ik wil het eigenlijk niet zeggen. Maar er is gewoon een kans dat ik deze serie gewoon ga stoppen. En dat we gewoon gaan beginnen met de andere playcarrière. Want ik vind keepercarrière zo leuk. Maar ik moet echt meer te doen hebben, man. Ik ben niet voor dit gebouwd, man. Ik zeg je eerlijk. Ik moet echt meer te doen hebben. Ik kan niet alleen maar kijken, jongens. Ik moet ook echt gewoon echt duiken. Weet toch? Wacht even. En nu snel schakelen voor de counter. Dit is wat ik wil. Dit is wat ik wil. Dit is wat ik wil. En dan schiet hij niet eens op doel. Jongen! En dan ga ik gewoon worden gewisseld omdat Holstein. Heet hij zo? Maar niet eens uit hoe hij heet. Kijk dat schot. Kijk, ik ging wel die. Oh, het is niet eens een redding. Nou, wat gaat er gebeuren? Ik ga weer worden gewisseld, hè? Ik druk naar rechts. Dus ik krijg ook nog eens een doelpunt tegen. Ja, oké. Ik druk naar rechts. Ik druk gewoon naar rechts. We verliezen volgens mij de wedstrijd. 2-1. Dus dan krijg ik een kans. Ik druk gewoon naar rechts. Ik doe gewoon dit. Bro, min 15. Maar goed, ja, het wordt lastig, man. Ik moet eventjes heel eerlijk met jullie zijn. Ik zit eraan te denken om deze serie gewoon te stoppen, man. Ik zei in de eerste wedstrijd van, ja, Bundesliga 1 gaat het misschien anders zijn. Maar ik bedoel, van, kom op man, ik word gewoon gewisseld. En dan zit ik te denken, in de Bundesliga, stel je voor, oké, dan krijg ik misschien meer kansen, maar ik krijg dan ook sowieso meer tegendoelpunten. Kijk wat er gebeurt met mijn cijfer, na een tegendoelpunt. Weet je, dat kan gewoon niet, weet je. Ik bedoel van, kom op man. Oké, het sneeuwt. Kom op man, hebben we een witte bal? Is dit weer? Zeker weten, hè. Ja, een witte, nee. Oh, ze doen het zelf? Weet je nog? FIFA 22, oude keren dat ik die fouten maakte. Elke keer met, in de sneeuw met de witte bal. Oké, dit is automatisch. Dus FIFA heeft wel een paar upgrades geplaatst. Oké, dit is misschien de mogelijkheid, jongens. Glatzo van afstand! Dit is wat ik wou zien! Oh, wat een doelpunt. Luister, ik zie deze serie loopt supergoed. Weet je? Dus dan moet je begrijpen, dan moet je beseffen dat zelf met die views en die likes... dat ik deze serie ga stoppen. Dus dat heeft niks met dat te maken. Het heeft te maken met het feit dat ik geen plezier heb aan deze serie. Omdat ik gewoon niks te doen heb. Snap je wat ik bedoel? Weet je, normaal zou je denken, oh, mensen maken filmpjes voor de views en de likes. Nee bro. Alles behalve dat. Als ik het niet naar mijn zin heb, doe ik het gewoon niet. Snap je wat ik bedoel? Wacht even, ik zie die bal niet eens. Het is, bro. Kom op, gaan we nog, nee. Oh, ik heb niks te doen! Maar goed, snap je wat ik bedoel van, kijk, weet je, ik zie gewoon dat die serie heel goed loopt, weet je. Maar dat gaat me niet tegenhouden. Kijk, als het niet leuk voor mij is, weet je, dan gaan jullie het ook merken, snap je? En dat is het laatste wat ik wil, man. Dat is het laatste wat ik wil. Ik wil echt veel meer actie op het veld, als spits, als aanvallende middenvelder. Maakt niet eens uit, alles behalve keeper eigenlijk, hè. Eigenlijk dat, alles behalve keeper, weet je, ah, zo jammer, man. Ik had zo hoeveel meer. Kijk. Nog steeds niet. Ik had zoveel meer verwacht. En ik vind het zo zonde. Want ik zie. Jullie vinden deze serie leuk. Maar ik heb echt waar. Ik heb niks te doen. En dan moet ik heel veel wedstrijden spelen. Om een paar highlights in een aflevering te droppen. Dat is. Dat vergt te veel tijd. Weet je. Dat is gewoon heel lastig om te doen. Gewoon. Weet je. Dat is gewoon jammer man. Dus ja. Ik moet gewoon mijn excuus aanbieden. Ik moet echt mijn excuus aanbieden, weet je. Ik had zoveel meer verwacht. Van het spel, hè. Kijk dat schot!
Wauw, basic, oké, wauw. Maar goed, de volgende player creëert. Ik weet niet waar we gaan beginnen. Maar we gaan gewoon opnieuw beginnen, jongens. Want, ja, weet je. Ik bedoel van, dit is gewoon dramatisch gewoon. Ik heb gewoon echt niks te doen. Kijk mijn cijfer. Kijk mijn cijfer, wacht even. Ik heb een 6.1. Ik ga weer worden gewisseld. Ik ga gewoon weer worden gewisseld. Dus, ik ben benieuwd. Ga ik een kans krijgen om een redding te maken? Ja of nee? Ik denk het niet. Is dit een redding, coach? Nee, hè? Mijn cijfer gaat niet eens omhoog. Mijn cijfer blijft hetzelfde. Mooie redding. Ik had dus net een 6.4. Mijn cijfer blijft precies hetzelfde. En het doelpuntje 2-0, jongens. We gaan de wedstrijd winnen. Lekker. En ik word gewoon gewisseld na die doelpunt. Na dat doelpunt wordt... Roskies, dit is het einde van deze serie, man. Ik kan het niet mooier maken dan het is. Gaat het ook niet doen. Deze bedoel, keepercarrière is kapot, man. Hier, minste tegendoelpunten. Ik zeg dus net, keepercarrière is kapot. Ik word aan het einde van elke wedstrijd gewisseld. Wie is de beste keeper in de Bundesliga 2? Kijk. Hebben jullie goed gedaan, FIFA? Hier. Minste tegendoelpunten. Dus sorry daarvoor. We gaan beginnen met een spitscarrière. Playercarrière komt harder terug dan ooit tevoren. Maar de keepercarrière gaat hem niet worden. FIFA heeft keepercarrière gewoon kapot gemaakt. Sorry. Vergeet niet om een duimpje nog achter te laten. Ik weet, het was geen ideale aflevering. Het was geen ideale serie. Maar als jullie misschien een duimpje kunnen achterlaten voor deze laatste aflevering. Zou dat wel gruwelijk zijn natuurlijk. Luister, zoals ik al zei, playercarrière is niet afgelopen. De spitscarrière komt eraan. Hartstikke bedankt voor het kijken. Tot de volgende aflevering.